It is a great privilege for me to be here with you this evening. Het is een groot voorrecht voor mij om vanavond in jullie midden te zijn. Anytime a man is allowed to speak about the gospel of Jesus Christ, it is a privilege. Elke keer als iemand in de gelegenheid wordt gesteld om te spreken over het evangelie van Jezus Christus, is dat een groot voorrecht. It humbles a man. Het verootmoedigt de mens. To think that he's been given, granted the gift of speaking about Christ to others. Wanneer hij eraan denkt dat hij de gave heeft gekregen om naar anderen toe te spreken over Jezus Christus. Tonight we're going to speak about theology. Vanavond gaan we het hebben over theologie. But mainly about Christ. Maar voornamelijk over Christus. The doctrine of Christ. De leer aangaande Christus. That you might see the grace of God in him. Dat jullie de genade van God in hem zullen zien. The purpose of all of this is not that you grow in knowledge alone. En het doel van dit alles is niet alleen dat je in kennis zult groeien. But that you have a passion for Christ. Maar dat je een hartstocht voor Christus zult hebben. That he might be precious to you. Dat hij dierbaar voor je zal zijn. That you might delight in him. Dat je je werkelijk in hem verlustigt. That you might honor him with your life. En dat je hem eert met je leven. I desire to love Christ more. Ik heb een verlangen om Christus meer lief te hebben. And I know you desire the same. En ik weet dat jij hetzelfde verlangen hebt. But how can we? Maar hoe kunnen we dat? This way. Op deze wijze. By knowing him more. Door meer van hem te kennen. You see, the more you get to know me. Weet je, hoe meer je mij leert kennen. The less you may like. Hoe minder je mij leuk zult vinden. Because I am a man. Want ik ben een mens. Full of imperfections. Vol van onvolmaaktheden. But Christ is perfect. Maar Christus is volmaakt. So the more you know of him. Dus hoe beter je hem leert kennen. And his work for you. En wat hij voor jou heeft gedaan. The more you will love him. Hoe meer je van hem zult houden. It's guaranteed in the scriptures. Die garantie die hebben wij. Dat staat zo, dat vinden we ook in de schrift. I want us to open our Bibles to 2 Corinthians chapter 5. Ik wil graag de Bijbel met jullie openslaan bij 2 Korintiërs hoofdstuk 5. Vers 21. 2 Corinthians 5, 21. 2 Korinthe 5, vers 21. He made him who knew no sin to be sin on our behalf, so that we might become the righteousness of God in him. Want die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. The great French Reformed pastor. De grote Franse hervormer en herder. Adolphe Monod. While he was dying, he preached 19 sermons to his flock. Terwijl hij stervende was, heeft hij nog 19 keer gepreekt voor zijn gemeente. The last few sermons he actually preached without seeing his flock, because he was laying on his back in bed. En de laatste paar van die preken die heeft hij zelfs gepreekt zonder dat hij zijn gemeente kon zien, omdat hij ziek op bed lag. And he said this. En hij zei dit. Something I will never forget. En dit zal ik nooit vergeten. He said, "Oh, the cross of preaching the cross." En hij zei, "Oh, het kruis van het prediken van het kruis." He was speaking about the burden of preaching the cross of Christ. Hij had het over de last die het prediken van het kruis van Christus met zich meebrengt. That in one way it's a joy. Aan de ene kant is het een vreugde. But in another way it brings sadness. Maar aan de andere kant brengt het ook droefenis met zich mee. Because no matter how much you study. Want hoeveel je ook studeert. No matter how well you preach. En hoe goed je er ook over preekt.
You will never preach the cross of Jesus Christ as it ought to be preached. Je zult nooit het kruis van Christus prediken zoals het zou moeten worden gepredikt. From the very beginning tonight. Vanaf het allereerste begin vanavond. I know that this sermon will be a failure. Weet ik dat ik zal falen in mijn prediking. Because how can a man speak about such things? Want hoe kan een mens over deze zaken spreken? Even if God were to give me the gift, the power of an angel. Zelfs al zou de Heere mij vanavond de gave en de kracht van een engel geven. I could not even begin to share with you what Christ has done for you on the cross of Calvary. Dan zou ik nog niet eens een begin kunnen maken met het beschrijven voor jou, voor u, wat Christus voor ons heeft gedaan aan het kruis van Golgotha. Here in verse 21 we find some amazing statements. Hier in vers 21 komen we een aantal verbazingwekkende zaken tegen. That God made Christ who knew no sin to be sin on our behalf. Dat de Heere God Christus die geen zonde heeft gekend voor ons heeft gemaakt tot zonde. This is an amazing statement. Dit is een verbazingwekkende uitspraak. First of all, let's look at the sinless nature of Christ. Laten we eerst eens kijken naar de zondeloosheid van Christus. In theology we call it his impeccable nature. In de theologie noemen we dit zijn zondeloze natuur. He was without sin. Hij was zonder zonde. Now I know that most of you know what that means. Nou, ik weet dat de meeste van jullie weten wat dat betekent. He never violated the law of God. Dat hij nooit de wet van God heeft overtreden. He obeyed the law of God every jot and every tittle. Dat hij de wet van de Heere God in elke jota en in elke titel heeft gehoorzaamd. And that is absolutely amazing. En dat is verbazingwekkend. But it means much more than that. Maar het betekent veel meer dan dat. I want you to think about this for a moment. En ik wil dat je hier over nadenkt. There has never been one moment in your life. Er is nog nooit één moment in jouw leven geweest. When you loved the Lord your God with all your heart, soul, mind and strength. Waarop je de Heere God hebt lief gehad met heel je hart, met heel je ziel, met heel je kracht en met je hele verstand. Never once. Nog nooit. Have you loved God as he deserves to be loved? Nog nooit heb je God lief gehad zoals hij het verdient te worden, zoals hij het verdient dat hij wordt lief, dat we hem lief hebben. But every second of Christ's life. Maar elke seconde van Christus leven. He loved the Lord his God. Heeft hij de Heere zijn God lief gehad. With all his mind. Met zijn hele verstand. With all his soul. Met zijn gehele ziel. With all his strength. Met al zijn kracht. That's amazing when you think about it. Dat is wonderlijk als je erover nadenkt. Let's look at it another way. We kunnen er nog op een andere manier naar kijken. There has never been a time. Er is nog nooit een tijd geweest. When you have done everything you've done for the glory of God. Waarin jij alles wat je gedaan hebt, hebt gedaan tot eer van God. Not once have we ever glorified God as he deserves to be glorified. Nog nooit hebben wij God verheerlijkt zoals hij het verdient dat hij verheerlijkt wordt. He deserves so much. Hij verdient zoveel. Infinite glory. Hem komt toe oneindige heerlijkheid. And we fall short. Maar wij falen daarin. Every moment of Christ's life. Maar elk moment van Christus leven. He glorified God. Heeft hij God verheerlijkt. As God ought to be glorified. Zoals de Heere God verheerlijkt dient te worden. Again, that's an absolutely amazing statement. En dat is ongelooflijk om daarover na te denken. Do you see that it means more than just he obeyed the law? Zie je dat dus de zondeloosheid van Christus veel meer inhoudt dan dat hij zich aan de wet heeft gehouden? But he was always God's beloved son. Hij was altijd de geliefde zoon van God. In whom God was always pleased. In wie de Heere God altijd zijn welbehagen had. There was never one flaw. Er was nooit één wijze waarop hij faalde. Never one spot of darkness in anything that he did. Geen ene vlek van duisternis in wat hij ook heeft gedaan.
He's a trustworthy savior. Hij is een verlosser op wie wij kunnen vertrouwen. A spotless lamb. Hij was een vlekkeloos lam. Now let's look at another amazing statement. Maar laten we kijken naar een andere verbazingwekkende uitspraak. That God made him who knew no sin. Dat God hem, die geen zonde heeft gekend, to be sin on our behalf. Dat hij tot zonde is gemaakt voor ons. There is no way that I can describe to you the beauty and the perfection of Christ. Er is geen enkele wijze waarop ik aan jullie de schoonheid en de volmaaktheid van Christus kan beschrijven. And there is no way I can describe to you the horrid, terrible nature of our sin. En er is ook geen enkele wijze waarop ik aan jullie kan beschrijven de afgrijzelijke aard van de zonde. I could draw the most vile picture of sin that has ever been seen on this planet. Ik zou een beeld kunnen schetsen van de meest vuile vorm van zonde die ooit op deze planeet heeft plaatsgevonden. But we would still not see sin as God sees it. Maar dan zouden we zonde nog steeds niet zien zoals de Heere God de zonde ziet. It is almost infinitely horrible. Het is eigenlijk het is bijna oneindig vreselijk. Infinitely vile. Oneindig vuil. Full of disgust. Vol van walgelijkheid. And yet this Bible says that God made him who knew no sin. En toch zegt de Bijbel dat God hem die geen zonde heeft gekend, to be sin on our behalf. Heeft gemaakt tot zonde voor ons. Many theologians have looked at this passage. Veel theologen hebben naar dit vers gekeken. And even been afraid to make a comment. En zijn zelfs bang geweest om er op in te gaan. What does it mean that God made Christ to be sin on our behalf? Wat betekent het dat God hem heeft gemaakt tot zonde voor ons? Does it mean that when he hung on that cross? Betekent het dat toen hij hing aan het kruis? That he himself became corrupt? Dat hij zelf verdorven werd? That he became vile? Dat hij zelf bevuild werd, vuil werd. That somehow his very nature degenerated into something wicked. Dat zijn eigen natuur degenereerde tot iets slechts, goddeloos. Absolutely not. Absoluut niet. While he hung on that cross. Terwijl hij hing aan het kruis. He remained to be. Bleef hij. The spotless Lamb of God. Het vlekkeloze lam van God. Always pleasing to the Father. Altijd de Vader behagende. In his nature, in his essence. In zijn natuur, in wie hij in wezen is. He was holy, holy, holy. Was hij heilig, heilig, heilig. Then what does it mean that he became sin? Wat betekent het dan dat hij gemaakt is tot zonde? Well, Paul explains that for us here. Nou, Paulus legt dat ook uit hier. In the second part of the verse. In het tweede gedeelte van het vers. So that we might become the righteousness of God in him. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid van God in hem. We know that the moment a person believes unto salvation. We weten dat op het moment dat iemand tot zaligmakend geloof komt, they are justified. Dan wordt die persoon gerechtvaardigd. That is the great teaching of the Apostle Paul. Dat is het geweldige onderwijs van de apostel Paulus. And of Jesus Christ. En van Jezus Christus. He who believes has eternal life. Wie gelooft, heeft eeuwig leven. He justified us not through the works of the law, but by faith. Hij rechtvaardigt ons niet door de werken der wet, maar door geloof. Here Paul describes that as becoming the righteousness of God. En hier beschrijft Paulus dat als het worden de rechtvaardigheid van God. Now what does that mean? Wat betekent dat? Does that mean? Betekent dat? That the moment we believe in Jesus, we become righteous beings. Dat op het moment dat wij in Jezus Christus geloven, dat wij rechtvaardige
mensen, wezens worden. That we become morally perfect creatures. Dat wij moreel gezien volmaakte schepselen worden. Who never sin again. Die niet meer zondigen. Is that what it means? Is dat wat het betekent? No, that is not nee, what it means. Dat is niet wat het betekent. The term justify is a legal term. De term rechtvaardigmaking is een juridische term. It means that the moment a person believes in Jesus Christ unto salvation. Het betekent dat op het moment dat iemand iemand gelooft in Jezus Christus en daardoor behouden wordt, God legally declares that person to be right with him. Dan verklaart de Heere God die persoon juridisch gezien als staande recht voor hem. God declares that person to be righteous before him. God verklaart aangaande die persoon dat hij of zij rechtvaardig voor hem staat. And God treats that person as righteous before him. En de Heere God behandelt die persoon als een rechtvaardige voor zijn aangezicht. That is a magnificent truth for us. En dat is een geweldige waarheid voor ons. That God has imputed the righteousness of Christ to us. Dat de Heere God de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus aan ons toerekent. That he considers his righteousness to now be yours. Dat de Heere God de gerechtigheid van Jezus nu beschouwt als jouw gerechtigheid. And God treats you as righteous. En daarom behandelt God jou als rechtvaardig, als een rechtvaardige. He now deals with you as a righteous person. Hij gaat met jou om zoals hij met een volkomen rechtvaardig iemand om wil gaan. But not through your works. En dat is niet door jouw werken. Through Christ. Maar dat is door Christus. Now. Dus. This helps us understand what it means that Christ became sin. Dit helpt ons te begrijpen ook wat het betekent dat Christus gemaakt is tot zonde. When Jesus was on the cross, toen Jezus aan het kruis hing, God imputed the sins of his people to Jesus. Heeft de Heere God de zonden van zijn volk toegerekend aan Christus, overgedragen op Christus. He considered Christ in our place as the guilty one. Hij heeft Christus in plaats van ons beschouwd als de schuldige. Before God the Father, Christ became guilty. Voor het aangezicht van God de Vader werd Jezus op dat moment schuldig. Declared guilty. Schuldig verklaard. And God treated him as though he was guilty. En God heeft hem behandeld alsof hij de schuldige was. Do you have any idea what that means? Heb je enig idee van wat dat betekent? When a holy God, wanneer een heilig God, comes in contact with sin, in contact komt met zonde, the only result is judgment. Het enige resultaat is oordeel. The wrath of God. De toorn van God. Condemnation. Veroordeling. The satisfaction of divine justice. De genoegdoening van de goddelijke gerechtigheid. It is an absolutely amazing truth that God treats the believer as righteous. Het is een onvoorstelbare waarheid dat God de gelovige behandeld als zijnde een rechtvaardige. But that is only possible because on that cross he treated his son as guilty. En de enige reden waarom dat mogelijk is, is dat hij zijn zoon aan het kruis heeft behandeld als zijnde schuldig. He dealt with him as he should have dealt with us. Hij is dus met zijn zoon, met hem omgegaan zoals hij met ons zou moeten omgaan. Now what does that mean? Wat betekent dat? First of all, it means that Christ became a curse. In de eerste plaats betekent dat dat Christus gemaakt is en werd tot een vloek. Before God. Voor God. In our place. In onze plaats. Now I have taught on this a great deal. Ik heb hier veel over onderwezen. But I want to share with you some things that I've rarely shared anywhere. Maar ik wil een paar dingen met jullie delen die ik nog maar heel zelden met anderen heb gedeeld. About
What it truly means for Christ to have become accursed. Over wat het heeft betekend dat Christus werd tot een vloek. Dat Christus een vloek werd. Now we understand from the book of Galatians, chapter 3, verse 13, it nou, says this. We begrijpen uit de brief van Paulus aan de Galaten, hoofdstuk 3, vers 13. Cursed is everyone who does not abide by all the things written in the book of the law to perform them. Verse 13? Verse 10, I'm sorry. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Galatians 3:10. Galaten 3, vers 10. Cursed is everyone who does not abide by all the things written in the book of the law to perform them. Vervloekt is een ieder die niet blijft bij al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. With my heart right now, I'm crying out to God. Op dit moment huilt mijn hart en schreeuwt mijn hart naar de Heere God. That he would pull away the veil. Dat hij de bedekking zal wegnemen. That we would see our predicament prior to Christ. Dat we zullen zien wat ons lot was voordat Christus kwam. So that we would understand from what we have been saved. Zodat we begrijpen waarvan wij behouden zijn. You were under a curse. Je was onder de vloek. But now you're the righteousness of God in Christ. Maar nu ben je de gerechtigheid van God in Christus. How can that be? Hoe is dat mogelijk? It is because Christ became sin. Dat is omdat Christus gemaakt werd tot zonde. He bore your guilt. Hij heeft jouw schuld gedragen. He suffered the curse. Hij leed de vloek. That was yours. Die van jou was. I use this illustration quite often, but it's very helpful. De volgende illustratie die kan ons enorm helpen. To be under a curse. Om onder een vloek te zijn. Means that you are so vile before God. Betekent dat je zo onrein bent voor God. That the last thing the sinner will hear when he takes his first step into hell. Dat het laatste dat de zondaar hoort wanneer hij zijn eerste stap in de hel zet. Is all of creation standing to its feet. Is dat de hele schepping op zijn voeten, op zijn benen gaat staan. And applauding God. En God een applaus geeft. Because he has rid the earth of that sinner. Omdat hij de schepping heeft vrijgemaakt van die zondaar. In Adam. In Adam. We were condemned. Waren we veroordeeld. By our own actions we were condemned. Door onze eigen daden waren wij veroordeeld. And we existed under the curse of the law. En wij bestonden, wij waren onder de vloek van de wet. Justice demanded our condemnation. De gerechtigheid eiste onze veroordeling. The wrath of God burned against us. En de toorn van God die brandde tegen ons. Yet at the same time his love is of such a nature that he moved to save us. Maar tegelijkertijd is zijn liefde van dien aard dat hij in actie is gekomen om ons te behouden. By placing our guilt upon his son. Door onze schuld te plaatsen op zijn zoon. And his son becoming the curse. En dat zijn zoon de vloek werd. And dying in our place. Vervloekt werd en stierf in onze plaats. How can we understand this curse? Hoe kunnen we deze vervloeking begrijpen? One of the ways is to simply look at some of the curses throughout the entire Bible. Nou, een van de wijzen waarop we daar beter beeld van kunnen krijgen is door te kijken naar de verschillende vloeken die we tegenkomen in de schrift. And that we are going to do. En dat is wat we zullen doen. But also to look at some of the blessings. Maar we kunnen er ook een beter beeld van krijgen door te kijken naar de verschillende zegeningen. And reversing them. En die zegeningen om te draaien. Because the blessed Son of God. Want de gezegende Zoon van God. When he was on that tree. Toen hij aan dat hout hing. Did not bear the blessing that he deserved. Hij droeg op dat moment niet de zegen die hij eigenlijk verdiende. But he bore the divine curse that you and I both deserve. Maar hij droeg de goddelijke vloek die
jij en ik allebei verdienen. In the Sermon on the Mount, we have at the beginning what is called the Beatitudes. In de bergrede hebben wij aan het begin daarvan wat wij noemen de zaligsprekingen. These Beatitudes are ours in Christ. Die zaligsprekingen, die zijn ons deel in Christus. But only because Christ was cursed in our place. Maar alleen maar omdat Christus in onze plaats werd vervloekt. The Bible says that the blessed are granted the kingdom of heaven. De Bijbel zegt daar dat de zaligen, de gezegenden, het koninkrijk Gods wordt gegeven. That's us. Dat gaat over ons. But the cursed are refused entrance. Maar de vervloekten hebben geen toegang tot het koninkrijk der hemelen. That was Christ. En dat was Christus. On the tree. Aan het kruis. The Bible says that the blessed are the recipients of divine comfort. De Bijbel zegt daar dat de zaligen, de gezegenden, zijn de ontvangers van Gods troost. But the cursed are objects of divine wrath. Maar de vervloekten zijn onderworpen niet aan Gods troost, maar aan Gods toorn. That was Christ on the cross. Dat was Christus aan het kruis. The Bible says that the blessed are satisfied. Er staat daar dat de gezegenden, die zijn tevreden. What a description of the Christian. Die zijn vol van vreugde en vrede. Wat een beschrijving van de christen. The blessed are satisfied. De zaligen zijn vol van vrede. But the cursed are miserable and wretched. Maar de vervloekten zijn er ellendig en armzalig aan toe. That was Christ on the cross. Dat was Christus aan het kruis. The Bible says that the blessed receive mercy. De Bijbel zegt daar dat de gezegenden die ontvangen barmhartigheid. But the cursed are condemned without pity. Maar de veroordeelden, de vervloekten, worden veroordeeld zonder dat ze ook maar enige barmhartigheid of genade ontvangen. That was Christ on the cross. En dat was Christus aan het kruis. The Bible says the blessed shall see God. De gezegenden die zien God. But the cursed are cut off from his presence. Maar de vervloekten worden afgesneden van zijn tegenwoordigheid. That was Christ on the cross. Dat was Christus aan het kruis. The Bible says the blessed are sons and daughters of God. De gezegenden zijn zonen en dochters van God. And the cursed are disowned in disgrace. Maar de vervloekten die worden onteigend in schande. This is Christ. Dat is Christus. Taking your place. Die jouw plaats neemt. Suffering what you deserve. En die lijdt wat jij verdient. Disowned. Onteigend, niet meer. God zegt van hem, je bent niet meer van mij. Exiled. Verbannen. Suffering outside the gates of the city. Lijdend buiten de legerplaats, buiten de muren van de stad. For you. Voor jou. Now let's go on. Nou, we kunnen doorgaan. When we study the old covenant. Wanneer wij het oude verbond bestuderen. As Israel is coming out of Egypt. Als Israël uit Egypte komt. God pointed to two mountains. Heeft de Heere God twee bergen aangewezen. There was Mount Gerizim. Dat was de berg Gerizim. Where part of the people of God stood and cried out the blessings of God upon the obedient man. Waar een deel van het volk van God moest gaan staan en daar de zegeningen moest uitspreken over degene die God zouden gehoorzamen. But there was also Mount Ebal. Maar er was ook de berg Ebal. Where a few of the tribes of Israel stood and cried out the curses upon the disobedient man. Ja, waar een aantal stammen van Israël moesten gaan staan en daar de vervloekingen moesten uitspreken over degene die God ongehoorzaam zouden zijn. Mount Ebal belongs to us. De berg Ebal behoort aan ons. We are the ones that should hear the curses. Wij zijn degene die die vervloekingen behoren te horen. We are the disobedient ones who ought to be condemned. Wij zijn de ongehoorzamen die zouden moeten worden veroordeeld. Mount Gerizim belongs to Christ. En de berg Gerizim hoort aan Christus. He is the only true servant of Yahweh. Hij is de enige echte dienstknecht
van de Here. He is the only man that walked according to all the law of God. Hij is de enige persoon die gewandeld heeft overeenkomstig de gehele wet Gods. Because of him. Vanwege hem. All the blessings of Gerizim belong to him. Behoren alle zegeningen van de berg Gerizim to us, to him? To him. Aan hem. But on the cross of Calvary it was switched. Maar aan het kruis werd dat allemaal omgedraaid. Christ experienced the curses of Mount Ebal. Christus ervaarde de vervloekingen van de berg Ebal. So that we might receive the blessings of Gerizim. Opdat wij alle zegeningen van de berg Gerizim zouden ontvangen. When he hung there on the cross, toen hij daar hing aan het kruis. He cried out, my God, my God, why have you forsaken me? Heeft hij daar uitgeroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? And the reply from heaven, en het antwoord vanuit de hemel, came from God himself. Kwam van God zelf. The Lord condemns you. De Heere veroordeelt jou. I have taken some of the curses from the old covenant. Ik heb een paar van de vervloekingen die horen bij het oude verbond genomen. And put them in a list. En ze op een rijtje gezet. These are the curses that should fall upon you. En dit zijn de vervloekingen die jou ten deel zouden moeten zijn. But these are the curses that will never fall upon you. Maar het zijn de vervloekingen die nooit jouw deel zullen zijn. If you are in Christ, als je in Christus bent. These horrible curses I am about to read will never have anything to do with you. Dan zullen de vreselijke vervloekingen die ik zal voorlezen nooit iets met jou te maken hebben. But only because they fell upon Christ. En dat is alleen maar omdat ze op Christus zijn terechtgekomen. As Christ hung upon the cross. Terwijl Christus hing aan het kruis. He became a curse. Werd hij vervloekt. And he heard the following from heaven. En hij hoorde het volgende vanuit de hemel. The Lord sends upon you curses. De Heere zendt vloeken over u. Confusion and rebuke. Verwarring en terechtstelling. Until you are destroyed. Totdat je vernietigd wordt. The Lord strikes you. De Heere treft je. With madness and with blindness. Met gekheid en met verblinding. And with confusion of heart. En met verwarring in het hart. And you will search at noon. En je zal op de middag zal je zoeken. As a blind man searches in the darkness. Als een blind iemand in de duisternis tast. But there will be none to save you. Maar er zal niemand zijn die je zal redden. That is what you should hear. Dat is wat jij zou moeten horen. But that is what Christ heard. Maar dat is wat Christus te horen kreeg. And again, the Lord delights over you to make you perish. De Heere heeft er een behagen in om jou verloren te doen gaan. To make you perish and to destroy you. Om je verloren te doen gaan en je te verdelgen. You will be torn from the land. Je zult weggerukt worden uit het land. Cursed shall you be in the city. Vervloekt zul je zijn in de stad. And cursed shall you be in the field. En vervloekt zul je zijn in het veld. Cursed shall you be when you come in. En vervloekt zul je zijn als je binnentreedt. And cursed shall you be when you go out. En vervloekt zul je zijn als je weer naar buiten gaat. Do you understand what I'm saying? Begrijp je wat ik zeg? This is what you and I should hear from God every moment of our life. Dit is wat jij en ik van God zouden moeten horen elk moment van ons leven. You are cursed. Je bent vervloekt. And when we run outside of the house. En als we het huis uitrennen. Seeking to escape. Om te ontsnappen, te ontvluchten. We hear you are cursed. Horen we nog steeds, je bent vervloekt. If we climb under a rock.
Als we ons wegschuilen onder een rots. The rock is pulled back and we hear you are cursed. Dan wordt de rots weggetrokken en dan krijgen we opnieuw te horen je bent vervloekt. If we go down into the very depths of the sea to hide from his voice, we will still hear you are cursed. Als we zouden gaan zitten in de diepte der zee om niet meer zijn stem te horen, dan zouden we nog steeds horen je bent vervloekt. But on that tree. Maar daar aan het kruishout. Christ bore your curse. Heeft Christus jouw vloek gedragen? It says the heaven which is over you shall be like bronze. Er staat ook de hemel boven je zal als brons zijn. And the earth which is under you shall be like iron. En de aarde die onder je is zal zijn als ijzer. Let all these curses come on you. Laat al deze vloeken over je komen. And pursue you. En je achtervolgen. And overtake you. En je inhalen. Until you are destroyed. Totdat je verdelgd bent. Because you would not obey the Lord your God. Omdat je de Heere God niet wilde gehoorzamen. By keeping his commandments. Door je aan zijn geboden te houden. And his statutes. En zijn inzettingen. Which he commanded you. Die hij je heeft bevolen. This text from Deuteronomy. Deze tekst uit Deuteronomium. These curses. Deze vervloekingen. They belong to you. Die zijn jouw deel. Let's look again. Laten we opnieuw kijken. These curses come upon you. Deze vervloekingen komen over je. And destroy you. En vernietigen je. Why? Waarom? Because you would not obey. Omdat je niet wilde gehoorzamen. The Lord your God. De Heere je God. By keeping his commandments. Door je aan zijn geboden te houden. That's true about you. Dat is waar over jou. That's what you've done. Dat is wat je hebt gedaan. You have not obeyed him. Je hebt hem niet gehoorzaamd. You have broken his law. Je hebt zijn wet overtreden. But it's not true about Christ. Maar dat is niet waar aangaande Christus. In the Gospel of Matthew. In het Evangelie van Matthäus. He uses prophecy in a very unusual way. Hij gebruikt profetieën op een heel ongebruikelijke wijze. And he does so for this purpose. En hij doet dat om deze reden, met dit doel. To identify the Messiah with the history of Israel. Om de Messias te identificeren met de geschiedenis van Israël. It's as though the history of Israel is recapitulated in the life of the Messiah. Het is alsof de geschiedenis van Israël herhaald wordt in het leven van de Messias. As he says, out of Israel I called my son. Or out of Egypt I called my son. Zoals in het begin van het Matthäus-evangelie staat, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. And he applies that text to Jesus. En die tekst die past hij toe op Christus. Why? Waarom? For this reason. Om deze reden. Israel was to be the servant of God. Israël was geroepen de dienstknecht van God te zijn. Yet Israel failed. Maar Israël heeft gefaald. Israel was supposed to be the witness of God. Israël behoorde de getuige van de Heere God te zijn. But Israel failed. Maar Israël faalde. And what the Bible is teaching us. En wat de Bijbel ons leert. God has only had one true servant. God heeft maar één echte ware dienstknecht gehad. There has only been one true man. Er is maar één echte mens geweest. There has only been one obedient son of Adam. Er is maar één werkelijk gehoorzame zoon van Adam geweest. He obeyed the Lord his God. Hij heeft de Heere zijn God gehoorzaamd. By keeping his commandments and the statutes that the Lord commanded. Door zijn geboden te onderhouden en de inzettingen te onderhouden die hij had geboden. He obeyed them perfectly. Hij heeft die allen volmaakt gehoorzaamd. But on the cross, maar aan het kruis. The only obedient man who ever walked on this planet. De enige gehoorzame mens die ooit deze aarde heeft bewandeld. Heard this. Hoorde dit.
Because you would not obey the Lord your God. Omdat jij de Heere je God niet wilde gehoorzamen. All these curses shall come upon you. Daarom treffen jou al deze vervloekingen. They shall pursue you. Ze zullen je achtervolgen. And you shall be destroyed. En je zult verdelgd worden. Let's turn for just a moment to the book of Numbers. Laten we met elkaar ons keren naar het boek Numeri. Chapter 6. Numeri hoofdstuk 6. Verse 22. Vers 22. Then the Lord spoke to Moses, saying, Speak to Aaron and to his sons, saying, Thus you shall bless the sons of Israel. You shall say to them, The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance on you and give you peace. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende, Spreek tot Aaron en zijn zonen, zeggende, Alzo zult gij lieden de kinderen Israëls zegenen, zeggende tot hen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Now I want you to think about the nation of Israel for a moment. Nou, ik wil graag dat je even nadenkt over het volk Israël. Who were they? Wie waren zij? Idolaters. Afgodendienaars. A nation full of idolatry. Een volk vol van afgoderij. No sooner did they see the magnificent miracle of the Red Sea. Ze hadden nog maar net het machtige wonder bij de Rode Zee meegemaakt. Then they rebelled. En daarna rebelleerden ze. When Moses was on the mount gaining the law. Toen Mozes op de berg was en de wet van God ontving. They made a golden calf. Hebben ze een gouden kalf gemaakt. They committed the ultimate treason against their God. Ze hebben het ultieme verraad jegens hun God gepleegd. And yet look what it says here. En kijk eens wat hier staat. The Lord bless you. De Heere zegene u. And keep you. En behoede u. The Lord make his face shine on you. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. And be gracious to you. En zij u genadig. The Lord lift up his countenance on you. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. And give you peace. En geven u vrede. How can this be? Hoe kan dat nou? Now let's look at you for a moment. Nou, laten we eens naar jou kijken. Let's look at me. En naar mij. We have broken God's law. Wij hebben Gods wet overtreden. We have been guilty of idolatry. Wij zijn schuldig aan afgoderij. We have committed so many abominations. We hebben zoveel gruwelijke dingen gedaan. And yet in Jesus Christ. En toch in Christus Jezus. If you are a believer here, als je hier vanavond zit als een gelovige. Even the most immature believer, en ook al ben je vanavond de meest onvolwassen gelovige. This is what God says to you. Dit is wat God tegen jou zegt. The Lord bless you. De Heere zegene je. And keep you. En behoede je. The Lord make his face shine on you. De Heere doe zijn aangezicht over je lichten. The Lord be gracious to you. En zij jou genadig. The Lord lift up his countenance on you and give you peace. De Heere verheffen zijn aangezicht over jou en geven jou vrede. How can you be a recipient of blessing? Hoe kan het nou dat jij een ontvanger bent van zegen? How can you be a recipient of God's presence? Hoe kan jij nou iemand zijn die Gods aanwezigheid ontvangt? How can you live at peace with God? Hoe kan jij nou leven in vrede met God? It is because this blessing was turned into a curse and thrown down on the head of Christ. Het is omdat deze zegen gemaakt werd tot een vloek en die vloek werd geworpen op het hoofd van Christus. Believer, listen to me. Dus gelovige, luister naar mij. Because of what Jesus has done, you are blessed. Vanwege wat Jezus heeft gedaan, ben je gezegend. Not just sometimes. Niet slechts af en toe. Not just when you do right. Niet alleen als je het goed doet. But all the time you are blessed. Maar de hele tijd, al de tijd, altijd ben je gezegend. And the Father does not turn his face away from you. En de Vader keert zijn gezicht niet van je af.
Do you know the most difficult thing you're ever going to have to believe as a believer? Weet je wat het moeilijkste is wat je ooit moet gelovigen, zult moeten gelovigen als gelovige? The hardest thing you're ever going to have to achieve? Het moeilijkste wat je moet bereiken? Are you ready? Ben je er klaar voor? To believe that God loves you as much as he says he does. Om te geloven dat God zoveel van je houdt als dat hij zegt dat hij van je houdt. That's magnificent. Dat is onvoorstelbaar. Paul, do you have any problems? Paul, heb je problemen? Yeah, I've got a big one. Ja, ik heb een groot probleem. I just can't comprehend how much God loves me. It's just too big. Ik kan niet volledig begrijpen hoeveel God van mij houdt, want daar is het veel te groot voor. If you have to have a problem, that's a wonderful problem to have. Als je dan toch een probleem moet hebben, is dit een geweldig probleem om te hebben. But how can I have such a relationship with God? Maar hoe kan ik zo'n relatie met God hebben? Because God looked down on his only begotten son. Omdat God heeft neergezien en neergekeken op zijn enige geboren zoon. On that cross. Aan het kruishout. And he said, the Lord curse you. En hij zei, de Heere vervloeken jou. The Lord give you over to destruction. De Heere geeft je over aan de vernietiging. The Lord take the light of his presence from you. De Heere neemt het licht van zijn aanwezigheid van jou af. The Lord condemn you. De Heer veroordele jou. The Lord turn his face from you. De Heere keert zijn aangezicht van je af. And fill you with misery. En vervult jou met ellende. Are you beginning to understand something of what Christ went through on that tree? Begin je misschien iets te begrijpen van wat Christus heeft doorstaan aan het kruishout? Now I want you to think for a moment, just for a moment, again about the sinless nature of Christ. Nou, ik wil heel graag dat je opnieuw de moeite doet om na te denken over de zondeloosheid van Christus. This is extremely important. Want dit is heel belangrijk. You and I were born in sin. Jij en ik werden geboren in zonde. We were born separated from God. Wij werden geboren afgescheiden van God. We went astray from the womb. Wij kwamen uit de baarmoeder. We are used to sin. It is common to us. Sorry, wij dwaalden vanaf dat we uit de schoot kwamen. We know sin. Wij weten wat zonde is. We understand it. We begrijpen het. We know what it's like to be separated from God, at least to some degree. We weten ook wat het is om afgescheiden te zijn van God, tenminste tot op zekere hoogte. But Jesus is different. Maar Jezus is anders. His relationship with the Father throughout all eternity. En zijn relatie met de Vader vanaf de eeuwigheid in het verleden, vanaf eeuwigheid her. Was a relationship of perfect love and harmony. Was een relatie van volmaakte liefde en eenheid. Infinite bliss, infinite communion between the two. Oneindige zegen en oneindige gemeenschap tussen de Vader en de Zoon. The Father always beheld the Son and the Son always beheld the Father. De Vader zag altijd de Zoon en de Zoon zag altijd de Vader. They delighted in one another. En ze verheugden zich in elkaar. God did not make the world because he had some need. God heeft deze wereld niet geschapen omdat hij in behoefte was. The world was an overflow of his abundance. Maar deze hele wereld is geschapen vanuit de overvloed van zijn eigen geluk en overvloed. Throughout eternity the Trinity has existed in this marvelous, wonderful relationship of love. Al een eeuwigheid lang bestond de drie eenheid in deze volmaakte relaties van liefde. Nothing of moral flaw. Helemaal niets dat moreel gezien verkeerd was in die relaties. No sin, no darkness, no shadow. Geen zonde, geen duisternis, geen schaduw. No disunity. Geen oneenigheid. Absolute perfection. Maar volmaaktheid. But when Christ hung on that tree. Maar toen Christus hing aan het kruishout. The most horrid of things occurred. De meest verschrikkelijke dingen gebeurden. Christ became sin. Christus werd gemaakt tot zonde. And the Father turned his face away. En de Vader heeft zijn aangezicht van hem afgekeerd. So that he could turn it to you. Zodat hij zijn aangezicht naar jou kon keren. Let me give you an illustration. Nou,
Laat me deze illustratie nog geven. Let's say that some of you fine Christian women go to Amsterdam. Stel je voor dat een aantal van jullie christelijke vrouwen naar Amsterdam zouden gaan. You've lived in the country all your life, protected from all the horrible things of the big city. Je hebt je hele leven lang tot op het platteland geleefd en beschermd van alle vreselijke dingen van de grote stad. Your parents are Christians and they have guarded over you. En je ouders zijn christen en hebben over jou gewaakt. You go to Amsterdam. Je gaat naar Amsterdam. Seven of you. Zeven vrouwen. And you go to witness to the prostitutes. En je gaat daar getuigen. Je wil daar van Christus getuigen bij de prostituees. And while you're witnessing to them. En terwijl je dat aan het doen bent. The police come. Dan komt de politie. And grab the prostitutes. En neemt een aantal prostituties, arresteert een aantal prostituees. And grab you the same way and throw you into a van. En ze nemen jullie zeven vrouwen ook mee en nemen jullie in de bus. How are you going to feel? Hoe voel je je op dat moment? You're going to be so terrified. Dan voel je je zo verschrikkelijk. You're going to feel so dirty. En dan voel je je zo vuil. You're going to be so frightened. En dan ben je zo bang. What are the prostitutes going to be doing? Wat zullen die prostituees doen? Laughing. Lachen. They're used to this. Ze zijn eraan gewend. This happens to them all the time. Het overkomt hen voortdurend. They drag you out of the van and take you into the police station. En ze halen je weer uit die bus en je moet het politiebureau in. The men handle you horribly. En die mannen gaan ruw met je om. And then they throw you into a cell. En dan word je in een gevangeniscel geworpen. What are the prostitutes doing? En wat doen de prostituees? They're laughing. Die lachen. Playing cards. En gaan kaart spelen. It doesn't bother them. They've done this many times. Daar zitten ze niet zo over in. Dat is zo vaak met hun gebeurd. But you're sitting over in the corner. Maar jij zit daar in die hoek. You can hardly breathe. Je kan nauwelijks ademhalen. You feel so dirty. Want je voelt je zo onrein. Your life will never be the same again. Je leven zal nooit meer hetzelfde zijn. You're screaming out, I'm not guilty, I'm not guilty. En je schreeuwt het uit, ik ben niet schuldig, ik ben niet schuldig. But you are. Maar dat ben je wel. You see, you and I, we live in sin. Weet je, jij en ik, wij leven in zonde. But Christ. Maar Christus. Holy and undefiled. Heilig en onbevlekt. When he went to that cross, toen hij naar dat kruis ging, he carried your filth, heeft hij jouw vuiligheid gedragen. So that you could be clean. Zodat jij rein kon zijn. He was condemned, hij werd veroordeeld. So that you would have peace with God. Opdat jij vrede met God zou hebben. He did not buy for you a partial peace. Hij heeft voor jou niet een gedeeltelijke vrede gekocht. But peace eternal with God. Maar eeuwige vrede met God. He did not buy you a little bit of righteousness. Hij heeft niet een heel klein beetje gerechtigheid voor jou gekocht. But all the righteousness of his life he gave it to you. Maar de volmaakte gerechtigheid van hemzelf heeft hij aan jou geschonken. So that you are now the righteousness of God in Christ. Zodat jij nu de gerechtigheid van God bent in Christus. In the Old Testament again. Opnieuw in het Oude Testament. There was a renewal of the covenant in Moab. Vond er een vernieuwing van het verbond plaats in Moab. Let's turn to Deuteronomy 29. Als we kijken naar Deuteronomium 29. Deuteronomium 29, vers 20 en vers 21. It speaks about a man. Het gaat over een man. Who is a covenant breaker. Die het verbond heeft verbroken. Who is rebellious. Die opstandig en rebellerend is. Whom God would judge. En die God moet vervloeken. God would single him out from all the people. En God zondert hem af van de rest van het volk. And condemn him.
en veroordeelt hem. Let's read what it says. Laten we lezen wat er staat. The Lord will never be willing to forgive him. De Heere zal hem niet willen vergeven. But rather the anger of the Lord and his jealousy will burn against that man. Maar als dan zal des Heeren toren en ijver roken over dezelfde man. And every curse which is written in this book will rest upon him. En alle vloek die in dit boek geschreven is zal op hem liggen. And the Lord will blot out his name from under heaven. En de Heere zal zijn naam van onder de hemel uitdelgen. Then the Lord will single him out. En de Heere zal hem ten kwade afscheiden. For adversity from all the tribes of Israel. Van alle stammen Israëls. According to all the curses of the covenant which are written in this book of the law. Naar alle vloeken des verbonds dat in het boek deze wet geschreven is. Some people laugh at the idea of judgment. Sommige mensen lachen wanneer ze horen over het oordeel. And they draw comfort from the belief that when they are judged on that great day, they will be standing there with a multitude of other people. En ze putten er troost uit dat op de dag dat ze voor de Heere God zullen staan en als Hij zal oordelen, dat ze daar zullen staan met een heleboel andere mensen tezamen. And we know that men are always more bold when they're in a group. We weten dat de mens altijd meer lef heeft en meer vrijmoedigheid is als die in een groep is. But even the strongest man, when he is singled out and put alone, becomes a lot more timid. Maar zelfs de sterkste mens, wanneer die uit de groep wordt getrokken en alleen wordt geplaatst, wordt hij heel wat meer verlegen. From all the great mass of humanity, you should be singled out on judgment day. Vanuit de gehele grote mensenmassa van de hele mensheid behoor jij uitgezonderd en afgescheiden te worden. You should have to stand alone before the judgment throne of God. En het zou eigenlijk zo moeten zijn dat jij daar dan alleen moet staan voor de rechterstoel van de Heer God. And all the curses written in the book of the law should fall upon you. En alle vervloekingen waar het boek der wet over spreekt behoren dan op jou te vallen. But you know what the Bible says? Maar weet je wat de Bijbel zegt? It says this for the believer. Aangaande de gelovigen zegt de Bijbel dit. That you will be singled out. Dat je eruit getrokken zult worden. And you will stand before the judgment throne of God. En dat je voor de troon, de rechterstoel van God zult staan. And God will point down at you. En dat de Heere God naar je zal wijzen. And say this. En dit zal zeggen. This one. Deze. Was born in Zion. Werd geboren in Sion. Come, enter the joy of your master. Kom en treed toe tot de vreugde van je meester. But Lord, how can this be? Maar Heere, hoe kan dat nou? How can you treat me with such grace? Hoe kunt u mij zo genadig behandelen? Because my son died under your curse. Omdat mijn zoon gestorven is vanwege jouw vloek. My son paid for your sins. Mijn zoon heeft betaald voor jouw zonden. I want us to think for just a moment about the wrath of God. Ik wil heel graag een aantal dingen zeggen over de toorn van God. The fierce wrath of God that should be poured out on you and me for all our sin. De vurige toorn van de Heere God die eigenlijk zou moeten worden uitgestort over jou en mij vanwege al onze zonden. But it wasn't poured out on us. Maar die toren werd niet over ons uitgestort. And it will never be poured out on us. En die zal nooit over ons worden uitgestort. Because it was poured out on Christ. Omdat die werd uitgestort op Christus. Imagine for a moment a dam. En stel je voor een grote dam. It's 1,000 miles high and 1,000 miles wide. Een stuwdam van 1,000 kilometer hoog en 1,000 kilometer breed. And it's filled to the brim with water. En daarachter is een stuwmeer dat tot de nok van die dam toe vervuld is met water. And at the bottom of the dam, just 0.5 kilometer away. En aan de voet van die dam, slechts 500 meter vandaan, is a little village. Is een klein dorpje.
And you're in that village. En jij bevindt je in dat dorpje. And all of a sudden, as you're working in the field. En plotseling als je aan het werk bent op het land. You hear a noise. Hoor je geluid. It sounds like the earth is going to split in two. Het klinkt alsof de aarde in tweeën scheurt. And you see that the dam has broke. En op dat moment zie je dat de dam is gebroken. Not just a crack. Niet alleen een scheurtje. But it has been totally disintegrated. Maar die hele dam is kapot. And a wall of water 1,000 miles high and 1,000 miles wide is coming crashing down upon you. En een muur van water 1,000 kilometer hoog, 1,000 kilometer breed, komt op dat moment op je af. It doesn't matter how fast you can run. Op dat moment maakt het niet uit hoe snel je kan rennen. It doesn't matter how strong you are at swimming. Het maakt niet uit hoe goed je kan zwemmen op dat moment. You will not survive. Dat zal je niet overleven. In fact, you will never be found again. In feite zul je dan in zo'n situatie nooit meer worden gevonden. It will hit you with such a force that you will be utterly disintegrated. Het zal met zo'n kracht tegen je aankomen dat je daardoor helemaal uit elkaar spat. But right when the water is at your feet. Maar precies op het moment dat het water je voeten bereikt. About to sweep you away. Op het moment dat het jou bijna weg spoelt. The ground opens up. Gaat de grond open. And swallows down the full force of that killing stream. En de grond die open gaat, die slurpt in één keer die hele machtige watermassa op. So has Christ extinguished, exhausted the wrath of God against his people. Zo heeft de Heer Jezus Christus de toren van God jegens zijn volk verzwolgen. Not even one drop of the wrath of God will splatter upon your shoes. Niet eens één druppel van de toren van God zal jouw schoenen nat maken. Imagine for a moment two giant millstones. Stel je eens voor twee gigantische molenstenen. They are still used in some places in Peru. In sommige gebieden van Peru worden die molenstenen nog steeds gebruikt. A gigantic rock on the bottom. Een gigantische rots beneden. And a gigantic rock on top. En een gigantische steen daarbovenop. Let's say that the bottom one weighs 10 tons and the top one weighs 10 tons. De onderste molensteen weegt 10 ton, 10.000 kilo, en die daarboven weegt ook 10.000 kilo. Massive granite. Massief graniet. One grinding against the other. En die twee stenen die schuren over elkaar heen. And a grain of wheat is put in between them. En een graankorrel wordt ertussen gelegd. It only takes seconds for the hull to bust apart. En in enkele seconden is die graankorrel helemaal vermurwd. For the outsides to be spilt. En de schil daarvan die gaat er vanaf. And it to be grounded into nothing. En die graankorrel wordt vermalen tot niets. Have you never read? Heb je nooit gelezen? Unless a grain of wheat fall to the ground and die, it abideth alone. But if it die, it bringeth forth much fruit. Tenzij de graankorrel in de aarde valt en sterft, blijft hij op zichzelf. Maar als dat wel gebeurt, dan draagt hij veel vrucht. Christ was crushed. Christus werd vermalen. He was ground into powder. Hij werd vermalen tot poeder. That you might be made whole. Opdat jij heel zou worden. Complete. En volmaakt. Let me just say this for a moment. En laat me dit zeggen. That is why it is so sad when believers walk around with their head down. Daarom is het zo betreurenswaardig als mensen, als gelovigen in Christus, door het leven gaan met hun hoofd gebogen. Beating their back. En zichzelf op hun rug slaan. And talking about how horrible they are. En de hele tijd maar lopen te praten over hoe slecht ze zijn. I tell you, they are denying the work of Christ. Ik zal je zeggen, zij logenen daarmee het werk van Christus. All this fell upon Christ.
Want al die vloek is op Christus gekomen. He became cursed. Hij werd vervloekt. So that you could look up at God and know blessing. Omdat jij je hoofd kan opheffen tot God en kan weten wat zegen is. He was ground into powder. Hij werd vermalen tot poeder. So that you could be whole, complete. Zodat jij heel en geheel en volmaakt kan worden. Know the blessings of God. Ken de zegeningen van God. To know that you can look up to God. En weet dat je mag opzien naar de Heere God. And hear him say. En hem horen zeggen. You are my beloved child. Jij bent mijn geliefde kind. In whom I am well pleased. In wie ik mij welbehagen vind. Not because of you. Niet vanwege jou. Not because of your works. Niet vanwege je werken. But because of him. Maar vanwege hem. That's a little bit of what it means to be in Christ. En dat is maar een heel klein beetje van wat het betekent om in Christus te zijn. It is not arrogant to receive these blessings. Het is niet hoogmoedig om deze zegeningen te ontvangen. It is not arrogant to speak this way. En het is niet hoogmoedig om zo te spreken. You are simply believing. Je gelooft gewoon. What the Bible says. Dat wat de Bijbel zegt. I wish for you so much joy. En ik wens je zoveel vreugde toe. Not because you deserve it. Niet omdat je dat verdient. But because Christ had to pay such a high price for you to have it. Maar omdat Christus zo'n enorm hoge prijs heeft betaald voor jou, opdat jij die vreugde zou hebben. I want to give you one more illustration and then we'll close. Ik geef nog één voorbeeld en dan sluiten we af. It's in Genesis 22:2. Genesis 22 vers 2. God speaks to Abraham. De Heere God spreekt tot Abraham. He said, "Take now your son, your only son, whom you love." En hij zegt: "Neem uw zoon, uw enige die gij lief hebt." Hey believers. Gelovigen. Does this sound familiar to you? Klinkt dit misschien bekend? Why do you think he said it that way? Waarom denk je dat de Heere God dit op deze wijze zei? Abraham. Take your son. Neem je zoon. Your only son. Je enige zoon. Whom you love. Die je lief hebt. Do you think he's trying to direct us to another son? Zou het kunnen dat de Heere God onze aandacht vraagt voor een andere zoon? The one that God gave? De zoon die God heeft gegeven? I think so. Ik denk het wel. He says, "Take your son, your only son, whom you love, Isaac." Hij zei: "Neem je zoon, je enige zoon die je lief hebt, Isaac." "And go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I tell you." En ga heen naar het land Moria en offer hem daar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. I have sons. Ik heb zonen. And a daughter. En een dochter. And like any father, I love them very much. En net als iedere vader houd ik ziels veel van hen. Young people, I know you've heard this before from your parents. Jongelui, ik weet dat jullie dit eerder hebben gehoord van je ouders. You'll never know how much I love you until one day you have a child of your own. Je weet niet werkelijk hoeveel ik van je houd tot het moment dat je zelf een kind zult hebben. You think to yourself, if they say that one more time, I'm going to go crazy. Misschien heb je wel eens gedacht, als ze dat nog één keer zeggen, dan word ik er gek van. But let me tell you something. Maar laat me je dit zeggen. You will never know how much your parent loves you until you have a child of your own. Je zult nooit weten hoeveel je ouders van je houden totdat je zelf een ouder bent geworden. You would die 1,000 deaths for your child. Voor je kind wil je wel 1,000 doden sterven. And yet here this man Abraham is being told to offer his son. En toch wordt hier Abraham gezegd dat hij zijn zoon moet offeren. It is absolutely astounding. Dat is volkomen verbazingwekkend. I can just see the old man walking to the mountain. En ik kan die oude man zien wandelen naar de berg. His heart breaking in two.
En zijn hart is in tweeën gebroken. But obedient to God's purpose. Maar hij is gehoorzaam aan Gods doel. And believing his God. En hij gelooft in zijn God. He binds up his son and lays him on the altar that he made. En hij bindt zijn zoon vast en legt hem op het altaar. We notice that there's no account here of Isaac struggling against his father. En het valt ook op dat er geen verslag wordt gedaan van Isaac die in het verweer komt tegen zijn vader. I believe there's a purpose for that. Ik geloof dat dat een doel heeft. Because he's talking about another son. Omdat het gaat over een andere zoon. He's pointing to another son who would not struggle against the will of his father. Hij wijst op een andere zoon die niet in verweer zou komen tegen de wil van zijn vader. And then Abraham lays his hand on the head of his son. En op dat moment legt Abraham zijn hand op het hoofd van zijn zoon. And he pulled up probably an old flint knife. En op dat moment neemt hij in zijn andere hand een mes. And as he is ready to slaughter his son, he hears a voice. En op het moment dat hij klaar staat om zijn zoon te slachten, hoort hij een stem. Chapter 22, verse 11. Hoofdstuk 22, vers 11. Abraham, Abraham, do not stretch out your hand against the boy. Abraham, Abraham, strek uw hand niet uit tegen de jongen. And do nothing to him. En doe hem niets. For now I know that you fear me, since you have not withheld your son, your only son, from me. Want nu weet ik dat gij Godvrezend zijt en uw zoon, uw enige, van mij niet hebt onthouden. The joy in that man's heart. En op dat moment de vreugde in Abraham's hart. Would have been as though his son had been raised from the dead. Zal zijn geweest alsof zijn zoon op dat moment is opgestaan uit de dood. And he looks up and he sees a ram caught in the thicket by its horns. En op dat moment kijkt hij op en ziet hij een ram dat met zijn horens verstrikt is geraakt in een struik. And he says, he calls the place Jehovah Jireh, the Lord will provide. En hij noemt die plaats, de Heere zal erin voorzien. In the mountain of the Lord it will be provided. Op de berg des Heeren zal erin voorzien worden. The curtain closes. Op dat moment gaat het gordijn dicht. And you think to yourself, what a happy ending. En je denkt bij jezelf, eind goed, al goed. But it wasn't the ending. Maar het was niet het eind. It was the intermission. Op dat moment was er even een pauze. Hundreds and hundreds and hundreds of years later. En vele honderden jaren later. The curtain opens up again. Gaat het gordijn weer open. And there is a son. En daar zien wij een zoon. An only son. Een enige zoon. Whom God loves. Die God lief had. Hanging on a cross. En die hing aan het kruis. Bearing your sin. Dragende jouw zonde. Bearing Isaac's sin. Dragende Isaac's zonden. And Abraham's sin. En Abraham's zonden. He has been declared guilty before the throne of God. En hij wordt schuldig verklaard voor de troon van God. And now his own father treats him as guilty. En nu behandelt zijn eigen vader hem ook als zijnde schuldig. He turns his face away. Hij keert zijn gezicht af. And then lays his hand on the brow of his son. Op dat moment legt hij zijn hand op de wenkbrauwen van zijn zoon. His only son. Zijn enige zoon. The son whom he loved. De zoon die hij lief heeft. And with the knife of God's justice, he slaughters him. En met het mes van Gods gerechtigheid slacht hij hem. With the knife of his own justice, he kills him. Met het mes van zijn eigen gerechtigheid doodt hij hem. There was no ram caught in the thicket that could save this son. Er werd geen ram gevonden die vast zat in de struiken die deze zoon kon redden. Because he is the lamb that would take away the sins of the world. Omdat hij het lam Gods is dat de zonde der wereld wegneemt. He dies. En hij sterft.
After Abraham was obedient to God's command, God said this to Abraham. Nadat Abraham gehoorzaam was geweest aan wat God hem had bevolen, zei de Heere God dit tegen hem. Abraham, Abraham, Abraham. Abraham, Abraham, Abraham. Now I know that you fear God. Nu weet ik dat jij de Heere vreest. Because you have not withheld your son, your only son, from me. Omdat jij niet je zoon, je enige zoon, van mij hebt onthouden. 2000 years later. 2000 jaar later. 2000 years after Calvary. 2000 jaar na Golgotha. You and I sit here. Zitten jij en ik hier? We ought to be able to say the following thing. En wij behoren het volgende te kunnen zeggen. O God, my God. O God, mijn God. I now know that you love me. Nu weet ik dat u van mij houdt. Since you have not withheld your son, your only son, whom you love, from me. Omdat u niet uw zoon, uw enige zoon die u lief hebt, hebt onthouden voor mij. Do you see? Ziet u hem? What has been paid for you? Zie je wat er voor jou is betaald? He made him who knew no sin. Hij heeft hem die geen zonde gekend heeft, to become sin. Tot zonde gemaakt. It really happened. Dat is echt gebeurd. That you might become the righteousness of God in Christ. Opdat jij zou worden de gerechtigheid Gods in Christus. By virtue of his death, he has pardoned you of all your crimes. Vanwege zijn dood heeft hij jou al je overtredingen vergeven. He has carried your sins away. Hij heeft je zonde weggedragen. But not only that. En dat niet alleen. Believer, listen to me. Maar gelovige, luister. He has taken his perfect righteous life. Hij heeft zijn volmaakt rechtvaardige leven. And he has given it to you. Heeft hij gegeven aan jou. It's been imputed to you. Dat is aan jou toegerekend en op jou overgedragen. He has dressed you in his righteousness. Hij heeft jou bekleed met zijn gerechtigheid. Do you remember Joseph in the Bible in the Old Testament? Kan je Jozef herinneren in het Oude Testament? His father gave him a coat of many colors. Zijn vader gaf hem een veelkleurig kleed. That he did not share with his brothers. Die hij niet wilde delen met zijn broeders. But here we have one greater than Joseph. Maar hier gaat het om iemand die veel groter is dan Jozef. And he took his coat of infinite righteousness. En hij heeft zijn kleed van oneindige gerechtigheid genomen. And with that coat he has dressed every one of his brothers and every one of his sisters. En met dat kleed heeft hij al zijn broeders en al zijn zusters gekleed. And because all your filthy clothing has been removed. En omdat al je onreine klederen van je zijn afgenomen. And because he has cleansed you from inside and out. En omdat hij jou gereinigd heeft van binnenuit, van binnen en van buiten. He is not ashamed to call you brother. Daarom schaamt hij zich er niet voor om jou broeder te noemen. He is not ashamed to call you sister. En hij schaamt zich er niet voor om jou zuster te noemen. And God is not ashamed to call you child. En God schaamt zich er niet voor om jou zijn kind te noemen. Many of you, vele van jullie, who are believers, die geloven. You actually believe that the first thing you're going to see when you look at the face of Jesus one day is a frown. Vele van jullie geloven dat het eerste wat je zult zien als je straks in het aangezicht van Christus zult kijken, dat dat een frons zal zijn. Because of your failure. Vanwege al je falen. You even dread it. Je bent er misschien zelfs bang voor. Do you really think he would spill his blood in such a way so that the first meeting you have with him
is one of anger and disappointment? Denk je werkelijk dat hij zijn bloed zou hebben gegeven? Opdat de eerste keer dat je hem werkelijk zult ontmoeten, dat er dan een frons op zijn gezicht zal zijn? Where's the hope in that? Welke hoop is daarin? Where's the joy in that? En welke vreugde is daarin? My dear Christian. Nou, geliefde Christen. If it were not for Christ, we would be condemned at his coming. Als het niet om Christus was, dan zouden we inderdaad veroordeeld worden wanneer hij komt. But we are not condemned. Maar we worden niet veroordeeld. Because he was condemned in our place. Omdat hij veroordeeld werd in onze plaats. If you do not know him. En als jij hem niet kent. If you are not Christian. Als je nog geen Christen bent. Come to him. Kom tot hem. He invites you. Hij nodigt je uit. Are you weary? Ben je moe? Are you filled with burdens? En ben je belast? Are you thirsty? Ben je dorstig? Are you hungry? Ben je hongerig? Are you torn apart by sin? Ben je verscheurd door zonde? Are you so filthy that no one even wants to touch you? Ben je zo onrein dat niemand je wil aanraken? Then come to him. Kom tot hem. Come to him. Kom tot hem. Cry out to him. En roep uit tot hem. Seek him. En zoek hem. And he will be found. En hij, je zult hem vinden. And if you disagree with what I'm saying, en als je het oneens bent met wat ik zeg, realize that every bit of this language can be found in the Bible. Dan moet je weten dat deze taal die ik vanavond heb gesproken gevonden wordt in de Bijbel. He is mighty to save. Hij is machtig om te redden. And he is willing to save. En hij is gewillig om te behouden. Those who would be saved. Degene die behouden willen worden. If you're a Christian, als je Christen bent, rejoice. Verblijd je. Rejoice. En verheug je. Cry not over your sin right now. Huil op dit moment niet om je zonde. But cry with joy over what Jesus has done for you. Maar huil vreugdetranen over wat Christus voor je heeft gedaan. Worship him. En aanbid hem. And in the power of that worship, serve him. En in de kracht van die aanbidding, dien hem. God's blessing.